rietje mee rijden. Oké. Dames en heren, jongens, maar een hele goede middag. Vandaag de dag een hele gave dag, want wij mogen als een van de allereerste op pad met de nieuwe M4. En hier staat hij. Hier staat hij met de bekende neus, de bekende, alles bekend wat iedereen heeft zijn zegje er al over gedaan. Maar wij mogen er vandaag mee op pad. Ik ga het niet te veel over het uiterlijk hebben. Daar heeft iedereen zijn mening over. De ene vindt het mooi, de ander vindt het wat minder mooi. Ik ben persoonlijk geen fan van de nieuwe looks. Maar ik begin er toch stiekem aan te wennen. Zeker nu ik de auto in het echt zie, valt het me alles mee. Ik vind de wijnen nog steeds mooier, maar vandaag gaat het puur en alleen om het rijden. We hebben het circuit van Zandvoort voor ons. We gaan ermee rijden en we gaan ermee driften. En ook op pad de nieuwe M3 Competition. Eerste wat je meteen voelt is dat het een compleet andere auto is. Natuurlijk een andere versnellingsbak, andere motor, andere remmen, andere stoelen. En die stoelen vanaf het begin, super comfortabel. Ze zijn niet alleen vet, maar ik denk ook dat je hier echt lange afstanden makkelijk mee kan rijden. We rijden de eerste ronde even rustig. We hebben natuurlijk nieuwe flippers, een nieuw stuur, nieuwe cockpit. Allemaal bekend. En die nieuwe flippers die voelen super goed aan. Maar jongens, dit doet dus 0-100 onder de 4 seconden. Je hoort natuurlijk wel een stukje speakergeluid hier aan de cabine. Maar van buiten klinkt die auto oprecht een stuk beter dan verwacht. Jezus, hoe dat hangt. Wat is dit allemaal? Oh, je ziet die nieuwe grill op je afkomen. Hard remmen. Nog gewoon later remmen dan dat je denkt. Het is ziek, de grip van die auto, het vertrouwen wat het geeft. Rijden, want Louis gaat er hier uit voor wat foto's. Het is braver. Het is, geeft veel meer vertrouwen vanaf het moment dat je erin stapt. Die auto kruipt echt om je heen, maar het is zo ziek hoe goed het is. Dus oprecht dat de M3 een stuk gaver is om te zien tegenwoordig dan de M4. Laat het mij weten in de reacties. Ik had het niet willen zeggen. Ik ga het toch zeggen. Want ik was altijd wel fan dus van de M4. En daarom heb ik zelf een M4. Ja, nieuwe M3 is wel mooi. Uiteraard natuurlijk een tijdje geleden de flippers opnieuw laten aanpassen, andere flippers erop gedaan. Maar
maakt een wereld van verschil. Maar deze flippers, deze wil je, deze stoelen. Zodat je echt kan leunen op die voorbanden, want de grip, je stapt hierin en je hebt gewoon meteen het vertrouwen. Shit, hé. En het remmen. Oh, het is zo fijn. Ik rijd niet in tractie uit, want daarvoor wil ik die auto gewoon net wat beter leren kennen. Zometeen gaan we er nog mee driften. Maar zelfs dit. Dit uitkomen. Dit is zo ziek. Hoe je hem hier ook die bocht ingooit, langs de pitstraat. Hier iets terugkomen, hard op de remmen, terug naar z'n drie, in, en dan komen we weer uit op de kombocht. Op het circuit gereden de afgelopen periode, maar ik ben zeker geen expert op het gebied van circuitrijden. En ja, ik stap natuurlijk gewoon uit een M4, maar dat je dan gewoon al zo hard met die auto over het circuit rijdt, ja, ik denk niet dat het normaal is, om heel eerlijk te zijn. En daar moet ik BMW echt heel veel kudo's, heel veel pluspunten voor geven, want auto achter die M5 competition aan.
hard remmen. Keramische remmen die er altijd voor je zijn. Op Zandvoort. En dan hebben we het niet over een GT en een AMG GTR. Gewoon je gezinsauto, een M3. Zo staan ze dan nog één keer naast elkaar, jongens. De M4 Competition dus. Weer een hele andere kleur. En ook dan is het weer een hele andere auto. Kijk eens, jongens. Deze kleur op de M3. Dit is helemaal de shit. En het interieur ook. Niet meer die oranje stoelen. Ditmaal wit met zwart. Dit is zo ziek. Kijk van achter. Die stoelen zijn zo sexy. Je zit oprecht perfect, mooi laag. Ze geven mega veel steun. En van achter kan je nog genieten van al het carbon. Ik hoop oprecht dat jullie het een hele gave video vonden. Iets minder cinematisch dan normaal gesproken misschien. We hadden eigenlijk alleen tijd om over te stappen van de M3 naar de M4. De GoPro's in de auto te hangen. En dus geen tijd om de GoPro op de buitenkant van de auto te hangen. Had wel vet geweest, maar ik dacht als ik dat meteen doe, kan ik wellicht mijn GoPro opzoeken in Tarzan. In de grindbak. Dus dat heb ik niet gedaan. Maar ik hoop dat jullie hem heel erg gaaf vonden, jongens. Ik heb onwijs genoten. Onwijs onder de indruk van de nieuwe auto. En ja, laat vooral weten in de reacties wat jullie ervan vonden. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren. Dat zal mij onwijs helpen. En dan zie ik jullie heel erg snel. Hasselen.